Hey, wat leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video op Gex Games. Ja, we're back in action. Kevin en ik, ik ben niet zomaar terug. Want ik ben terug met de allerbeste serie die ooit op dit kanaal heeft gestaan. Niet in cijfers, maar in hoe ik er naar kijk. En dat is Harry Potter met Ivar. Want, geen idee welk bedrijf, dat zien we straks. Heeft, waarschijnlijk Warner Brothers, obviously, Wizarding World. Heeft een nieuwe Harry Potter game gereleased. What? Nieuwe Harry Potter game? Weer met Ivar? Harry Potter met Ivar? Dat moet ik dus doen. Dus ik ga de nieuwe mobile game van Harry Potter spelen. Ik heb de game nog niet gezien. Ik heb net, omdat ik hem in de App Store bekeek, heb ik wel zeg maar een trailertje dingen gezien. Het zag er heel goed uit in de trailerbeelden. Maar ja, ik heb de trailerbeelden van Fortnite gezien en uiteindelijk de game gezien. En toen dacht ik van, oké. Maar we gaan de mobile game spelen voor zolang het leuk is. Hoe het is, speel je met Harry Potter? Ik heb geen idee. Ik heb er wel heel erg veel zin in. En als jij dat ook hebt, wat ik hoop, doe dan alvast een duimpje omhoog op deze video. En dan gaan we beginnen met Harry Potter. Hoe heet hij? Even opzoeken. Harry Potter Hogwarts Mysteries. Ik bedoel Hogwarts Mystery. Dit doen we opnieuw. Harry Potter Hogwarts Mystery. Oftewel Harry Potter Zwijnsteen Mysterie. Let's go! By the way, wil je weten what's up with me? Link in de beschrijving naar mijn kanaal. Weekvlogs, covers, het is allemaal één groot feest daar. Dus ga ook zeker even daar kijken. Portkey Games. Wat een leuke naam. Professor McGonagall. Congratulations, we are pleased to inform you that you have no sound. Is er geluid bij de game? You've been accepted on the School of Witchcraft and Wizardry. Met Perky en... Oh, dat ziet er echt goed uit. En Snaepje. We zijn... Is dit mijn letter naar Hogwarts? Please find enclosed the list of the necessary books and equipment. De boeken en de dingen die we moeten kopen natuurlijk. Want onze school begint op dit moment. We'll be waiting your owl. Oh, ik moet een uil sturen of ik kom. Oh, dit is allemaal heel spannend. Maar klopt het dat er geen geluid is? Er is wel geluid, maar dat stond uit. Choose your character. Oh, dit is leuk. Nou, we zijn toegelaten op Zwijnsteen Hogeschool. Harry Potter, wil je een bericht sturen? Nou. Eindelijk. Ik heb al zoveel brieven gestuurd. Nou, maar ik sta toe. Ja, ik sta toe. We gaan onze character maken voor in deze game blijkbaar. Oké, ik ben een wizard. Yay. En ik accepteer dat ik dat ben. Moet ik mezelf maken? Daar ben ik niet goed in. Nou, ik ben in ieder geval white. Nee, niet dat. Ben ik dat? Ligt eraan. Ben ik op vakantie geweest of niet? Ik heb een wat ronder, bollerig gezicht. Een beetje onderkin. Ik heb een vrij omvankelijk neusbereik. Ogen, we gaan hier heel snel doorheen. Ik vind het altijd zo stom. Nee, ogen. Ik had de neus al gekozen. Welke neus had ik nou gekozen? Ik weet niet wat voor ogen ik heb. Staan ze ver uit elkaar bij mij of niet? Oh, dit is allemaal wel heel confronterend. Save this avatar. You can always make more changes later. Tuurlijk kan je je eigen uiterlijk veranderen. You're a wizard. Zwijnsteen logo. Dit is allemaal... Wat nou zeg. Het ziet er warempel goed uit. Diagon Alley, we zijn in De Weg is Weg. En dan kan ik rondkijken. Oké. Nou, er staat daar een mannetje met een i'tje en een enorm mannetje dat wijst. Dus I guess I need to press that. Hey. Hi, I'm Rowan Khanna. Are you getting... Ik zal proberen meteen te vertalen. Hi, ik ben Rowan. Ben je jezelf aan het klaarmaken voor het Zwijnsteen Hogeschool voor een heks? Ben je je ook aan het klaarmaken voor de heks? Ben je klaar om naar school te gaan? Ja, maar De Weg is Weg is een beetje verwarrend. Ik weet niet waar ik moet starten. Ik kan je helpen. Ik heb Zwijnsteen een geschiedenis gelezen. In voorbereiding voor mijn eerste jaar. Dus ik ben een soort van expert op het gebied van Zwijnsteen. Well, you're also a little bit full of yourself. Het is grappig dat ik dat dan in het Engels doe. You should start by finding... Ik ga het toch in het Engels doen, het spijt me jongens, maar ik kan dat niet simultaan vertalen. Jullie kunnen allemaal wel een soort van Engels. Hallo, 2018, kinderen van 4 kunnen Engels. Mijn nichtje van 5 bestelt op vakantie in het Engels haar eten. Dus you guys can do that, okay? You should start by finding all of the books you need in Flores and Bloods. Oké, nou we moeten dus naar Flores and Bloods, Klieder en Vlek, in de Nederlandse versie, om onze boeken te gaan kopen. Dit is allemaal heel leuk. Flores and Bloods has all the books you need. Go inside, pick them up. Oh, oké, year 1, chapter 1. Year 1, dat betekent dus dat we alle jaren mogen spelen. Oh, we gaan hier eeuwen mee bezig zijn. Your Hogwarts letter contains a list of the necessary books. Oké, nou we gaan naar Klieder en Vlek, en dat is daar, om het toeval. Flores and Bloods. Time to gather your books. Tap on glowing objects to complete actions and earn rewards. Oké. Is dat een boek die ik moet hebben? Gather books. Zijn dat mijn boeken? En zijn ze al klaargelegd hoor. Dat is lief. Ik heb extra XP. En ik ben pas sinds een paar maanden erachter dat staat voor experience points. Ik dacht altijd dat het iets te maken had met Windows XP. Maar Windows XP staat ook voor Windows Experience. Dus we're getting off track. Gather books. Jij moet nog een keer klikken. Wauw, dat was moeilijk. 3 keer klikken op de boeken. Oké, we gaan lopen. Oh, kijken. Tap another glowing object to begin your action. Some actions can take a few taps to complete. Well, that's the game. Tap. Woo, ik heb mijn boeken. Fantastic Beasts
I know this book. It's brilliant. It's product placement. Well, this book has been written by Bathilda Backshot. Wij weten allemaal wie Bathilda Backshot is, hè? Ja, en ook aan het eind van de film. Dat is niet zij, maar hè? Weet wie het is, hoor. Grab them all. Hoe kan ik zoveel boeken dragen? I'm a wizard. I can carry everything I want. Yeah! Oh, kijk hoe vrolijk ik ben. En ben ik ook. I found all the books on my list. I'll see if Rowan... Is Rowan onze Ron? Is dat onze vriend? I found all the books on my list. I'll see if Rowan can help me find the rest of my supplies. Dat is een hele goede serie om mijn Britse accent te oefenen. Get your books. Dat hebben we gedaan. Als je asked Rowan what to do next. We zijn niet echt goed voorbereid, want we moeten alles aan een of andere Rowan vragen, omdat hij een boek heeft gelezen. Talk to Rowan. Oké. Okay. Rowan weer. Die stenen daar, die moeten wel sluiten. Thanks for your help, Rowan. I was able to get all of my books. Cool. I realized I'm so excited for Hogwarts that I forgot to ask your name. I am Javar the Groot. Ivar. Ik vind het stom dat de per se de moet met een hoofdletter van het systeem. De is officieel een hoofdletter. Don't stress, character names can be changed. Everything can be changed if necessary. Confirm. Your name, Ivar the Groot. Of zoals Amerikanen het zouden zeggen, Javar the Groot. Okay. My name is Ivor the Groot. Pleasure to meet you, Ivor. You too. I couldn't be more excited to get to Hogwarts. I know. I haven't stopped staring at my acceptance letter since it arrived. Can I see yours? Well, there's some romance going on there. Waarom moet je die van mij zien? It's basically altijd dezelfde letter. Dear Ivor the Groot, we are pleased to inform that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Please find enclosed a list of all necessary books and equipment. Ondertekend door Minerva McGonagall. It's brilliant. Ik hou zo van Brits. En dan het woord brilliant. Als een Brits persoon brilliant zegt, dan echt het eerste maar. I already got my supplies, but my mom gave me just enough to buy something special for school. I want to let everyone at Hogwarts know that I'm serious intellectual and a little bit arrogant. Who is well on his way to become head boy. I don't know if I like Rowan. What do you think I should get, Jiver? A mop. A smart scarf, a serious sweater, or a cool hat. Dus een slimme das. Nee, sorry. Een slimme sjaal. Een serieuze sweater. Of een coole muts. Gaan we voor een coole hat. I can see you wearing a cool hat. Great idea. I have lots of hats. But none of them are cool. Then why do you have them? While I get my clothes, you should get your wand from Ollivander's. Dus we gaan onze toverstok halen bij Ollivander. Which is dead. They say a wand will choose you. Go to Ollivander's. Nou, de toverstok gaat mij kiezen. Net zoals in de film natuurlijk. Want toverstokken kunnen denken. Ollivander. Oh, ach. Alles is ook zo dichtbij. Fucking convenient. Ollivander's. Stap met twee L'en. Oh, swipe. Oké, we gaan naar meneer Ollivander. Ik kan het niet geloven, ik ben bij Ollivander. Dit is waar iedereen zijn eerste toverstok krijgt. Het is echt awkward om meteen te vertalen. Hello, Garrick. Echt waar? Garrick Ollivander is my name. Here to receive your first wand, yes. I have just a thing. Applewood wand. Dragon heart string core, 9 inches. Rigid. Come on, give it a twirl. Oh, dit is leuk. Wat leuk zeg. En het ziet er ook goed uit. En het doet me denken aan de eerste game. Zal maar zeggen, een beetje stijl qua animaties. Een beetje deel 3. Which is the best game ever. Sorry about that. Oh, dat ging niet helemaal goed. It's not your fault. The one chooses the wizard. Het is niet mijn fout, want de toverstok kiest de tovenaar. Dus dit is gewoon niet mijn hand. Mijn toverstok. I recall your brother. I have a brother. I do have a brother. Nou, blijkbaar mijn broer. Die had zijn... Toen hij voor zijn eerste toverstok ging, had hij blijkbaar een hele inktpot kapot gemaakt. You knew my brother? Remy, Dave of Sebastian. Ik heb 3 broers. I remember every wand I've sold. Ik herinner me elke toverstok die ik heb gekocht. His was Maplewood Dragon Heartstring Core of 10 inches. Well, that's a lot. A fine one. Shame they snapped it in half and he was exposed. Oh, there is een beetje storyline in dit spel. Shame they snapped it in half when he was... Mijn broer is blijkbaar expelled. Dus weggestuurd, ik wou zeggen gecastreerd, hoe noem je dat? Geschorst van school. I understand that you ran away from home after being expelled. Oh, dit is het mysterie. Mijn broer in de game is expelled, geschorst van YouTube, van Zwijnstein en is weggelopen. Man, dat moet een trauma zijn geweest voor mij, want hij is sindsdien nooit teruggekomen. That must have been a profound impact on you. Well, it was. Okay, in mijn situatie, stel je voor, ik had een broer. En die was naar Zwijnstein geweest. En hij zou weggaan. Althans, hij zou geschorst worden. En hij zou daarna weglopen en ik zou hem nooit meer zien. I felt very bad for him. Dus ik voel me zeer slecht voor hem. Dat is een slechte vertaling. Dus ik heb medelijden met hem. Ik was boos. Ik was determined. Determined. I don't know what that means. Bedoel ze determined van vastberaden? Ik zou niet boos zijn. Ik zou heel verdrietig. Dus I feel bad for him. Hij hield van ons. Hij hield van Zwijnstein. Ik hoop dat het oké met hem gaat. Oh,
Briljant! Op basis van mijn antwoorden is mijn toverstok gekozen. Gevoeligheid kan een goede kracht zijn. I think I have just the one for you. Prachtig toverstok. Acacia wand. Unicorn hair. Unicorn hair. That's pretty special. 12 inches. Give it a twirl. Oh, ik deed niet goed. Pats! Oh, kijk dan! Ik ben een magistrale tovenaar. This is fun, guys. This is fun. Splendid! Oh, Brit. Jammer dat het niet is ingesproken. Maar goed. Ik ben geïnteresseerd wat er bij jou op je pad komt. Ik heb mijn toverstaf en ik heb mijn boeken. Go on, now. Look forward to see what becomes of you. Thank you. Okay, go. Return to Rowan. Hi, Rowan. Hey, Ivar. Do you like my hat? Mag ik antwoorden? Oh, ik dacht dat ik zelf moet kiezen, because I don't like the hat. Ja, het past je. het staat je goed. You look like a master's first year at Hogwarts. Laten we Rowan lekker in zijn waarde. It was your suggestion. I'll be coming to you for all of my future fashion advice. Wait, is dat een acacia? Laat me dat niet nog een keer zeggen. Is dat je toverstok? Ja, hoe wist je dat? Je hebt hem in je hand, idioot. My family tree farm supplies wood for wands and brooms. Oh, okay, you're a businessman. That's why I love staying inside and reading. It keeps me from going outside and farming. That, and the fact that I don't have any friends. Oh, Rowan, I want to be a friend. We can be friends. You don't think I'm too weird? Yes, I do, but I like weird people. People usually think I'm too weird. People say the same thing about me. Well, they do. Waarom zou iemand dat over jou zeggen? Mijn broer is Jacob de Groot. Oké. Dezelfde Jacob de Groot die van Zwijnsteen is gestuurd. Omdat hij schoolregels had gebroken en in de... Wat? Omdat hij blijkbaar de vervloekte kluizen probeerde te vinden of zo? Dat was een enorm groot verhaal in de Ochtendprofeet. Everyone at school will know about that. Oké. Ik ben nu dus famous. Niet omdat mijn ouders dood zijn, maar omdat mijn broer een of andere Jacob de gekkie was of zo. I know. And they all think I'm weird. Denk allemaal dat ik raar ben. Dan zijn we samen raar. Wat moet ik doen als iemand problemen met je zoekt in verband met je broer? Keep quiet. Follow my lead, of course. We're a team, bro. Ik kan voor mezelf opkomen, maar het voelt beter als jij dat ook doet of zo. Ik kan voor mezelf opkomen, maar het voelt goed als je je aan mijn zijde voegt. Ik begrijp je. Ik zal moeilijke taal gebruiken. I will use my extensive vocabulary to verbally pummel anyone who attempts to bemerge your rep. Wauw, dit is wel weer next level angles. In ieder geval, is een goede vriend en een nerd. Het is een beetje een Ron en Hermeline in één, I guess. Ik ben blij dat we elkaar hebben ontmoet, Rowan. It will be nice to see a friendly face at school. Especially one who knows Hogwarts so well. Dus, we zijn vrienden geworden en hij kan niet wachten om met hem het avontuur van Zwijnstein aan te gaan. Ik ook, Ivar. Ik zie je in september bij de Zwijnstein Express. Bam! Return to Rowan. Chapter 1 is complete. We hebben hoofdstuk 1 van deze game. Die op dit moment echt een beetje happiness in mijn hart. Ik weet niet welke in mijn hart zit. Of ik er überhaupt in heb. Maar it sparks joy. Ik kan collecten. Chapter 2, welcome to Hogwarts. Maar chapter 2, dames en heren. Dus hoofdstuk 2 van deze game gaan we volgende week doen. First impression, I like it. Ik vind het leuk. Ik ben benieuwd hoe ze het verder gaan doen. Het ziet er goed uit. Ik heb nog niks hoeven kopen, so that's a plus. Nou ja, is Harry Potter met Ivar weer terug. Het wordt weer een begrip op YouTube. Het wordt weer een begrip op Twitter. En ik hoop dat jullie het gaan volgen. Voor je deze, Harry Potter met Ivar, Hogwarts Mysteries, part 1. Leuk, doe dan nog een duimpje omhoog. Zet in de reacties wat je van deze game vindt, wat je verwacht en hoe je deze video vond. En dan zie ik jullie hopelijk volgende keer weer terug. Ik heb geen vaste dag of zo dat dit wordt geüpload, maar ik zie jullie hopelijk volgende keer weer terug. Bij een gloednieuwe Harry Potter met Ivar.